Ik ben nu 76. Ik ben 85. 73. Word ik 89. Ik ben 76. 88. Ik ben 19. Ik ben 17. 18. 22 jaar. 28. Ik ben 19 jaar oud. Het gaaf is hoor. Ik kwam te werken via een nicht bij een drukkerij. Ik heb opleiding van administratieve opleiding gehad. Kantine-medewerkster. Ik heb eigenlijk altijd, sinds dat ik best wel klein ben geroepen, dat ik advocaat wil worden. Ik ben net geslaagd voor mijn HAVO. Nu zit ik op DAPA, op Dutch Academy of Performing Arts, en studeer ik musical performer. Mijn beroep was elektrotechnisch tekenaar en constructeur. Ik heb vroeger de MULO doorlopen en daarna ben ik mannequin geworden. Een jaar videogame design, een jaar leraaropleiding en nu ben ik bezig met Japanstudies. MULO gehad en ik heb zelf studie gedaan in talen, Frans, Duits, Engels, Steno. Ben ik secretaresse geweest. Grafisch vormgeven, ja, mee gestopt. Net voor het einde. Ik heb de opleiding medewerker evenementenorganisatie gedaan op niveau 4. Vrienden, kennissen, nou, kleine familie. Ik probeer hem altijd wel op de een of andere manier ergens bij te betrekken of iets leuks voor me te doen. Ik sluit me nogal eens aan, net als beneden, dan kom ik daar ook bij die groep van Aafje, zeg maar. Omdat ik me meestal wel gezellig gedraag vind. Ja, we hebben met de senioren 4 buitenspeelplaatsen hier in Kralingen geplaatst. Nou is het aan de maatschappij om dat op te pakken. Ja. Om die ouderen dan een beetje aan het bewegen te krijgen op die buitenspeelplaatsen. En het liefst ook jongeren erbij. Dus dat die contacten weer een beetje gemixt worden. Ik ben ook een beetje op het punt aangekomen dat ik niet echt het fut heb om daar iedere keer over na te gaan denken. Zeg maar, als ik iedere dag denk, waarom moet ik nou naar school? Waarom is de wereld zo dat ik iedere dag naar school moet? Dan maak ik mezelf gewoon heel zwaar. Ik maak wel en niet een planning. Ik leef van dag tot dag. Maar ik plan bijvoorbeeld wel. Dat doe ik samen met mijn zus. Een dagtocht, zeker eens in de maand. Of 2 keer per maand. En vakanties plannen we ook samen. En dat is wel belangrijk. Want je leeft gewoon weer naar de volgende vakantie toe. Oh ja, ik moet nou dit en dan nog aan mijn huis doen. Of boodschappen. Eigenlijk allemaal dat soort simpele dingen, denk ik, waar iedereen mee bezig is. En heel af en toe ook nog wel eens met het blowen. Dat je denkt, een soort tweestrijd in je hoofd. Van, weet je wel, je hebt nou discipline, je werkt en dingen. Het kan toch wel. En dan, nee, het kan nooit meer. Daar ben ik me heel bewust van. En ja, daar denk je dan nog wel eens over na. Niet meer over mijn moeilijke jeugd en in internaten gezeten en dat soort toestanden, eigenlijk niet meer. Ik denk heel veel na over gewoon heel veel verschillende dingen. Over andere mensen, dingen die ik heb meegemaakt, dingen waar ik misschien spijt van heb of juist niet. En wat er nog gaat komen. Eerlijk zeggen dat ik weinig nadenk. Ik laat alles over me heen komen. Ik ga niet zitten nadenken en zitten piekeren en doen. Ik voel heel snel mensen aan. Dus misschien ook als ik iemand zie dat ik denk, zou die zich wel fijn voelen of niet? Of wat is er met die persoon op zo'n manier? Ik denk sowieso heel veel. Er zit heel veel in mijn hoofd met dingen. Dus, en dan, ik vang veel prikkels op van andere mensen. Ik ga iedere dag fietsen. Ik wil de frisse lucht hebben. En ik wil toch in beweging blijven. Zolang als ik mijn verstand erbij kan houden. Als mijn verstand weggaat, dan hoef ik niet. Dan wil ik euthanasie hebben. Dan wil ik niet meer leven. Ik wil niet in een of ander gekke thuis terechtkomen. Ik denk aan mijn toekomst. Niet zozeer in wat ik wil worden later. Ik wil gewoon uiteindelijk kunnen teruggeven aan mijn moeder. En ook gewoon, zoals ik nu probeer te doen, met het beetje salaris dat ik verdien, probeer ik wel gewoon altijd mijn moeder, mijn broertje, mijn zusje te verwennen. Ik hou orde en regelmaat. Dat heb ik wel, dat deed ik vroeger niet, maar nu wel. En andere mensen troosten vind ik ook leuk. Ik vind het vervelend dat ze verdriet hebben, of dat ze tegen zitten in alles. Over de toekomst, over mijn eigen toekomst, ja. Van, doe ik het wel goed? Komt het wel goed? Doe ik
juiste ding. Er wordt vanaf jongs af aan al gezegd, maak je school af, want je wil een baan later. Zo wordt dat eigenlijk gezegd. Ik heb ook vaak zoiets gehad van, ja, ik wil niet meer. Ik heb helemaal geen zin meer. Bijvoorbeeld, ik had makkelijk HAVO aangekund, maar ik had geen zin om nog naar de HAVO toe te gaan. En ik wilde gewoon door. Want het wordt een beetje van je verwacht gewoon. In deze tijd, een kind opvoeden en op laten groeien, dat is moeilijk hoor. Want het is een hele rare tijd wat dat betreft. Wat ik heel vervelend vind aan mensen is als er een discussie is of een ruzie en dat ze dan met argumenten komen die niet goed gegrond zijn. En dat soort mensen kan je nooit echt een discussie voeren, want die blijven dan maar een soort cirkelredenatie doorgaan. En dan kan je niet tot ze doordringen van, ja, maar kijk nou eens naar hoe het echt is of zo. Want dan kan je tegen blijven zeggen, gewoon waar het op staat, gewoon de beste argumenten kan je aan ze blijven geven. En dan alsnog komt het gewoon niet binnen. Die jeugd tegenwoordig, die is veel bij de hand. Verstandiger vind ik. Ja, verstandiger is een groot woord. Maar ze denken veel verstandiger dan vroeger. Ik heb natuurlijk een hele achtergrond, andere achtergrond dan tegenwoordig, laat ik zeggen, geschoolde jongeren. Die hebben gewoon een goede achtergrond. Die kunnen ook veel meer nadenken. Die kunnen veel beter in de toekomst denken met alle mogelijkheden van nu. Oma, je hebt toch wel een telefoon waarop we kunnen appen? Want dan af en toe dan krijg ik een appie en dan is het gewoon van, hallo oma, hoe is het? Nou, dan app ik terug en dan zo even heen en weer appen. En, nou, dat is hartstikke leuk. Wat ik moet leren per se, van alles wat ik moet doen, dan zie ik het nut niet van en dan wil ik het ook gewoon niet doen. En dan vind ik het heel vervelend als zeg maar ouderen zeggen van, ja, je zit in de puberteit, dus het komt nu omdat je wil gaan tegenstribbelen. Maar nee, dat is het denk ik niet. Ik zie de meeste jongeren nu verpauperen en zich vervreemden van de maatschappij. De schuld legt niet bij de jongeren. De schuld legt bij de maatschappij waar we die jongeren plaatsen. Stel, jij gaat een baantje zoeken. Ja. We staan er nog 144. En van dat niveau hebben we er zat. Ze beginnen altijd over een niveau, terwijl de persoonlijke capaciteiten van een jongen of van een jong mens, die wordt totaal onderkend. En onder jeugd moet je gebruiken als leerstoel om door te groeien. Ik denk dat ze zich soms niet in onze schoenen kunnen verplaatsen, maar ik denk dat iedereen dat wel heeft, het botst een beetje. Ja, soms verwachten zij meer terug van ons. Bijvoorbeeld dat wij meer respect tonen. Wat ik wel vind dat het gelijk moet zijn. Ik geef jou evenveel respect als dat jij mij geeft. Nou, we zeggen van hier ben ik en dit kan ik. Klaar. Ik heb een paar meisjes hier van de UVV. Zijn studentes. En ze schatten van mij er voor mij. Maar die krijgen goede opvoeding. En die studeren. Ja, die meisjes vertellen mij alles wat ze beleven in het leven en met de vader en moeder. Ze is pas nog geweest vrijdag. Toen zei ik, wat heb je een leuke jas aan? Ze zei, ja, die heb ik van mijn moeder gepikt. Het is bijna een natuurwet dat de oudere generatie loopt te klagen over de jongeren. Is dit mijn toekomst later ook? Ga ik later ook klagen over de volgende generaties? Hoogstwaarschijnlijk wel. Aan de andere kant is het ironisch van, wel, de mens kan zoveel veranderen, maar kan nog steeds zoveel hetzelfde blijven. Het is dan apart dat wij een probleem maken over genderneutrale toiletten. Terwijl ik weet zeker dat over de volgende 50, 60 jaar de volgende generatie terugkijkt op mij en zegt van wat een domme, racistische, discriminerende dude is dat. Nou, je eigenwaarde is heel belangrijk. Dat is bij mij nog wel eens ben je ingeschoten of weggedraaid, zeg maar. Probeer te bedenken waar je zelf het meest plezier in hebt. En doe je werk met plezier, niet tegen je zin in. En denk maar van, ik ben wel wat waard. De belangrijkste waarde vind ik eerlijk zijn. Je gaat geen sprookjes vertellen van, ik ben dit en ik verdien dat en ik ben zus. Dat heeft helemaal geen waarde in dat leven. De waarde is bewust leven. Geloof in datgene wat je denkt te kunnen bereiken. Ik denk gewoon dat je sowieso
positief in het leven moet proberen te staan en blijven. Ook als je een tegenslag hebt, gewoon proberen positief te zijn. En dat is dus een eigenschap die je ook in je moet hebben om positief te blijven natuurlijk. En soms heb je daar de hulp van anderen nodig. Dus andere mensen met wel die eigenschap, omdat je het zelf niet hebt. Misschien ook wel een beetje nuchter zijn. Niet te veel in problemen denken. Ik denk dat jongeren door hun ouders, indien mogelijk, de goede richting opgewezen worden. De normen, waarden, een stukje geschiedenis. En ook een stukje maatschappijleer wat je niet meer krijgt. Een sociale atlas. Daar hebben de meesten van ons nog nooit van gehoord. Ik denk zeker wel doorzettingsvermogen. Gewoon dat je positief ingesteld bent. Ik ben heel erg op mezelf gesteld, dus ik doe meestal alles alleen. En dan is het handig als je echt op jezelf kan bouwen. Openheid en eerlijkheid wel. Ja. En kwetsbaarheid te kunnen tonen. Dat heb ik wel echt moeten leren. Ja, en leren omgaan met emoties. Bij mij was dat met name boosheid, maar ook verdriet wel een beetje. Het belangrijkste is dat je er goed uitziet, gezond eruit ziet, schoon op jezelf zijn. En proberen zo lang mogelijk mijn hersens te laten werken. Niet dat ik af ga zakken met mijn hersens. Ik vergeet wel eens wat. Oh jeetje, nou gaat het ook fout, dan word ik bang. Je moet duidelijk zijn in je communicatie. En dingen duidelijk kunnen bespreken. Als je een probleem hebt met iemand, dat je dat gewoon kan bespreken. Of dat je gewoon laat weten aan andere mensen van, als je een probleem met mij hebt, laat het me weten, dan kan ik eraan werken. Zelfverzekerdheid, maar niet tot het punt van ego. Zelfkennis zou een beter woord zijn. Comfortabel zijn met je zelfkennis. Niet zeuren, niet huilen. Ik had een geweldige moeder. En die zei, ook als, toen ik bevallen moest, niet raar doen, want iedere minuut wordt in de wereld een kind geboren. Dus het is iets heel gewoons. Ja, intrinsieke motivatie voor sommige dingen kan ik wel, het is geen jaloezie, maar kan ik juist wel heel erg waarderen dat mensen dat hebben. Ja, ik ben wel eens jaloers als ik iemand heerlijk muziek zie spelen. Dat zou ik best willen. Misschien mensen die heel veel dingen tegelijk kunnen doen. Want ik heb dan wel vriendinnen die gaan 5 dagen in de week naar school. Die werken 2 dagen in het weekend. En die doen dingen zoals hun rijbewijs halen ook nog ernaast. En ik heb daar gewoon echt geen fut voor, zeg maar. Ik moet wel echt uitrusten altijd. Ik kan niet zoveel dingen tegelijk. Ja, dat de ene veel meer geld had dan ik. Dat, ja, of ik nou de hele hoes op was. Of dat ik dacht van, joh, vader, leren leiden. We hebben dat mee verdiend. Ja, dat wel. Sommige mensen die hoeven maar 1 stap te nemen en die zijn er al. En waardoor ik 10 stappen moet nemen. En dan ben ik er pas. En dat is soms wel zuur. Want dan doe je zo erg je best. En dan zie je iemand gewoon zo met 1 stap voorbij gaan. Dan denk je ook van ja, waar doe ik het nou ook weer voor? En dan uiteindelijk gebeurt er wel weer iets waardoor je denkt, nou zie je nou wel, al dat harde werk is wel voor iets geweest. Ja, jaloersigheid gaat meestal over de kleding die je draagt. Dat je, ze willen graag hebben dat je, doordat ik 89 bijna word, willen ze graag hebben dat je gekleed wordt als een oude vrouw. Nou, dat vind ik nog niet nodig. Ik heb het niet nodig. Ik wil me gewoon leuk kleden. Ik volg de mode een beetje, dat vind ik leuk. Concurrentie is er altijd, overal. Maar daar was ik niet bang voor. Daar ging ik gewoon tegenin. Nooit. Ik gun iedereen het beste. Waarom zou ik jaloers zijn? Dan moet ik er zelf iets aan doen om het ook te willen hebben. Nee, over het algemeen ben ik niet echt jaloers op materialistische dingen, maar meer over ervaringen of persoonsgebonden dingen, eigenschappen, uiterlijk, dat soort dingen. Ik ben nooit jaloers geweest. Mijn moeder heeft ons opgevoed dat wij weten wat wij hebben en wat van ons is. En als we gewoon werken voor wat we willen, dat we het gewoon ook kunnen krijgen. Want als die persoon het kan, dan zou ik het waarschijnlijk ook kunnen. En ik weet waartoe ik in staat ben. Nou, ik wilde eigenlijk na mijn HAVO-diploma, had ik dan een hele grote vakantie, wilde ik mijn rijbewijs halen. Maar dan heb ik gewoon heel dit uitgesteld. En nu heb ik hem nog steeds niet. Dus dat wil ik nog steeds zo graag. Kunstschilder. Maar dat is er nooit van gekomen. En ik ben al verschillende keren op een cursus geweest. En dan wordt die cursus opgehaald. Die stopt, want dat is gebrek aan belangstelling.
En dat zijn inderdaad de dingen die je dan gemist hebt, laat ik het zo zeggen. Plus een hogere opleiding. Ik was nog geen 18, toen kreeg ik al kinderen. Het uitgaansleven van wat de jeugd nu doet, dat heb ik niet gehad. Mijn vriendinnen die gingen allemaal lekker uit en ja, daar kon ik niet meegaan, want ik was zwanger en ik was getrouwd, dus dat kan je niet meer doen. Dat was best wel moeilijk, want dan hoorde je van hun van, oh, we zijn hier geweest, we hebben dit gedaan, we hebben dat gedaan. Ja, dat moest jij toch missen, dat stukje. Nee, het zijn meer doelen die ik de afgelopen tijd gehaald heb. Zoals een baan vinden, van mijn verslaving afkomen. Voor nu dan korte termijn dat vaste contract bij het bedrijf waar ik nu werk. Ja, ik zou wel graag kinderen willen en gewoon huisje, boompje, beestje. Dat lijkt me gewoon een mooie toekomst. Als dat allemaal lukt en als het ook je gegund is natuurlijk. Dan ik wil wel heel graag, ja, wel echt graag kinderen. Je ging iets leren omdat je dacht dat het interessant was. Maar je wist helemaal niet wat het inhoudde. Dat blijkt dus pas later in je leven. Niet dat je spijt hebt van welke opleiding je kiest, maar wel dat je graag ook andere dingen had willen proberen of zo. Want je weet niet hoe andere dingen zijn, dus je weet niet of je er spijt van kan hebben. Ik wil een heel gezellig gezinnetje en ik wil een hond. En een man erbij, dat hoeft niet zo. Lang leven de vrijheid. Nee, ik hoef niks over te doen. Nee, ik ben verder tevreden, gaat wel. Je moet vechten om een plaatsje te veroveren in de maatschappij. Toen mijn moeder nog leefde, iedereen nog leefde. Toen zei ik, ik word onderwijzeres. Maar ik ben dus naar de MULO gegaan en ook geslaagd. Maar ik kwam een leuke jonge man tegen en die heeft me verleid. En toen was ik 20 en toen was ik al in verwachting. Dus toen was alles over. Maar als ik later wil ik gewoon een baan hebben, wat ik niet erg vind om te doen. Hoewel het belangrijk is, wil ik zeg maar ook op mijn gevoel leven meer. Niet per se wat is de beste keus, maar wat is het mooiste verhaal om later te vertellen. Ik spreek mezelf altijd aan op een manier dat ik de acties die ik onderneem, dat het geen dingen zijn waarvan ik spijt ga krijgen. Maar als ik er niet bij stilsta en ik doe het zomaar zonder na te denken, dan weet ik op een gegeven moment wel van oké. In dat moment was het wel iets dat ik wou. Dus ik kan er geen spijt van hebben. Ik had niet een vaste baan in mijn hoofd of een vast idee, maar wel iets verder in de maatschappij komen dan dat het geworden is. Na de bevalling van mijn eerste dochter heb ik een soort reuma gekregen. Dat begon vervelend, maar dat werd steeds vervelender. En dat is ook een van de oorzaken geweest van de scheiding. En de garantie om er nog een te krijgen en daar goed uit te komen, die was minimaal. Dus vandaar dat ik mij bij één kind gehouden heb. De grootste kern van stress dat ik merk is het niet, die fout niet willen maken. Bijvoorbeeld met een verkeerde studie, samenwonen. Het is niet zozeer al spijt hebben, maar de angst voor het later spijt hebben. Je kan het denk ik ook twee keer, of op twee manieren zien. Enerzijds kun je zien van, oh, jammer, ik heb bijvoorbeeld de kans niet gepakt. Of ik heb dit niet goed gedaan. Maar aan de andere kant is zoiets is ook wel een nieuwe kans. Omdat ik dit niet heb gedaan, ben ik nu hier. Ja, dat zal toch die jaren verslaving zijn. Dat ik dingen anders had aan kunnen of moeten pakken. Ik had daarin moeilijk dingen anders kunnen doen. En ik heb ook geleerd dat jezelf verwijten sowieso eigenlijk niet helpend. In mijn geval bepaalde emoties niet voelen, waardoor je dan die gaat onderdrukken met een bepaald middel. Zoals ik ook heb geleerd van mijn broer, pijn is een grote motivator. En als je dat ervaart en het voelt en het dan kan omzetten inderdaad naar intrinsieke motivatie van dit wil ik eigenlijk niet meer, die pijn en het vluchten voor bepaalde emoties of situaties. Dat je het dan met de wil het aan kan gaan en het dan op een goede manier om kan zetten, om maar zo te zeggen. Die eerste bevalling is prima gegaan, maar wat er vooraf ging die maanden, die was misselijk en dan was er weer een bloeding en dan kwam er weer een bloeding en dan werd ze weer nagekeken en opgenomen. Nou, het kind is gelukkig goed geboren en daar had het ervoor. Ik had nog een tweede gewild, ja. En zij ook, maar ja, dat... Ik kreeg allemaal jongens en ik wilde dolgraag een meisje.
Dus ik denk, nou, laten we het nog eens proberen. Maar ja, totdat ik 4 jongens had en toen zei ik, nou stop ik, naar scheikruid. Ja, ik ben nu 52 jaar getrouwd. Wij hebben een dochter gehad, die is op 17-jarige leeftijd overleden aan leukemie. Die is nu al een jaar of 30 dood. En ik werkte ook voor chronische ziekenhuizen. Toen heb ik gezegd van, daar stop ik even mee. Ik wil dood en laat mij maar, ik ga iets verzinnen. Maar ja, hoe moet je jezelf doodmaken? Ook nog moeilijk. Ik spring niet voor de trein. Ik kan goed zwemmen, dus het was ook niet best. Totdat ik nou een heleboel medicijnen innemen. Ja, maar dan vinden ze je. Want ik word nog 2 keer in de week gedoucht. En dan breken ze die deur open en dan vinden ze je en gaan ze je weer bijmaken. En dan ben je nog erger eraan toe als nu. Dus ik bedoel, ik heb dat een paar dagen denk, ja, hoe kan ik mezelf nou doodmaken? Daar heb ik inderdaad aan gedacht. Ja, ik weet geen leuke manier. Ja, met gas, maar ik heb hier geen gas. Ja, werken met honden, dat is wel een passie voor mij. En ja, daar heb ik de laatste jaren... Los van dat ik dan nog honden uit het buitenland en uit het asiel heb opgevangen, eigenlijk ja, niks meer meegedaan. En daar zou ik in de toekomst dan nog wel weer wat een ambiëren of gewoon überhaupt iets mee gaan doen. Nou, dat ik er nog goed uitzie voor mijn leeftijd. En dat ik geen dik uitgezakt lichaam heb. En... Ik ga veel fietsen en sporten en zo. Dat wil ik zo lang mogelijk bijhouden om aan de kant te worden. Nou, dat zag ik in tijdschriften en zo zag ik dat. En dat vond ik een leuk beroep. En het werd ook wel eens gezegd tegen me, waarom doe je dat niet? Omdat ik elegant kon lopen en zo. Ik heb ooit wel eens in Duitsland wat gedaan. Ik heb ooit wel eens in Engeland wat gedaan, toen ik daar woonde nog. Ja, dansen doe ik nu al wel heel lang. Wedstrijden heb ik ook gedanst. Dat vind ik wel heel leuk om te doen. Omdat ik nou hierheen ga verhuizen naar Schiedam, wil ik eigenlijk bij een dansteam die iets hoger niveau heeft en wil ik eigenlijk nog meer wedstrijden gaan dansen. Ik wil eigenlijk liefst bij een ander team die iets beter is en dat ik dan iets verder kan komen ermee. Ik heb een keer op een dag 80 huizen gekraakt en daar hadden we een methode ontwikkeld. We gingen altijd via de achterkant naar binnen en dan kwamen we van de voordeur naar buiten en dan waren we het slot aan het omzetten. Het waren leegstaande huizen of bordelen en dan pleurden we de tering zo op straat. En dan zetten we gewone mensen die in woningnood zaten, die zetten we erin. Ik vond het gewoon nodig. Ja. Als niemand iets doet, gebeurt er helemaal niets. Ze proberen je alleen maar bang te maken. Of af te schrikken van dat kan niet en dat weten we niet en dat gaat zo niet. Nou, ik kreeg het wel voor elkaar. Nou ja, misschien dat ik aangenomen ben op mijn opleiding nu. Dat is wel echt een grote stap. Dat ik de kinderen in goede conditie groot heb kunnen brengen, ondanks moeilijke tijden. Want vroeger waren de tijden niet makkelijk. Mijn man verdiende niet veel en moesten met heel weinig rondkomen. En als nou mijn kinderen wel eens komen, dan zeg ik, kom eens hier. Ja, waarom? Ik moet even een knuffel. Ik vind het echt een must in mijn leven dat ik heel veel succes heb. Puur om te laten zien dat mijn moeder het goed heeft gedaan. En dat ik het ook zelf goed kan. Ja, ik heb het leven lang gebritst. Ik al 40 jaar, maar dat ging niet meer. Dat was beneden in de zaal. Maar ik heb wel over de hele wereld gebritst. Want als ik geld had, dan ging ik reizen. Ik ben altijd graag aan het reizen geweest. Ik denk dat er genoeg dingen zijn, kleine dingen, die het grotere geheel vormen. Waardoor ik gewoon gelukkig ben. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik iemand anders moest zijn van mijn familie, omdat ze me misschien niet accepteerden of iets. Nou, ze zeggen altijd van geld word je niet gelukkig, maar ik vind dat dat niet helemaal klopt. Want je wordt wel gelukkig als je iemand een cadeautje kan geven. Of nou ja, bijvoorbeeld vroeger naar een kinderfeestje kan gaan. Ik heb zelf ook gewoon gewerkt. Dus ik weet wel gewoon de waarde van geld. Ik heb een fijn huisje. Ik woon naar mijn zin. Ik heb mooie meubeltjes, leuke spulletjes. Als ik eens wat wil, kan ik het kopen. En dat is voor mij wel belangrijk. Het is niet echt een must dat ik zoveel geld verdien in een maand. Het is gewoon puur dat ik het wil, omdat ik de extra dingetjes wil doen voor mijn familie.
altijd rond kerst wil ik best wel wat geven aan de mensen. Of ik wil gewoon iemand helpen om me heen om ook blij te maken. Lig ik niet wakker van ik zou meer geld willen hebben. Maar eerder het grootste probleem met geld wat ik heb is... ga ik wel genoeg hebben om mijn minimale levensbehoeftes te kunnen betalen. Ik zou niet een baan nemen waar ik zwaar voor overgekwalificeerd ben. Waar ik altijd minimumloon zou verdienen. Maar ik hoef ook echt geen miljarden te verdienen. Ja, het zit er vaak in de kleine dingen. Gewoon een strandwandeling met de hond. Of leuke dingen doen met vrienden. Een vakantie straks naar Italië met mijn broer. Ik eet goed en ik heb een tafeltje, dekje, zulke dingen. En twee keer in de week word ik gedoucht. Nou, is dat niet fijn? Ik moet alleen met mezelf bezighouden dat ik het leuk heb. Dat is rijkdom. Over het algemeen 6,8. Ik denk een 6. Op dit moment. Nou, ik geef het wel een 7,5. Ik ben dankbaar dat ik nooit honger, dorst of kou heb. En geen zorgen. Ik heb gewoon AOW en nog wat, maar dat is niet veel. Maar dat geeft niet, want ik heb er genoeg aan. Ja, wel gewoon een voldoende. Ik bedoel, ik woon in een veilig land. Ik heb familie die ik gewoon zie regelmatig. Ik heb een goede jeugd gehad. Nooit wat tekort gekomen en nog steeds kom ik echt niks tekort. Ja, echt een cijfer, dat is lastig. Ik denk echt wel een 7 en ik bedoel, ik kan altijd verbetering. Nou, ik geef mijn eigen dus wel een dikke 9. Omdat ik dus het gevoel heb dat het nog niet af is. Mijn leven is nooit af. Nou, een 8. Ja, ik ben nog gezond. Ik zie er nog behoorlijk uit. Ik kan nog alles doen. Ik heb mijn verstand nog. En dat vind ik heel belangrijk. Dat je verstand nog hebt. Ja, ik heb mijn leven best goed doorgebracht. Ik heb financieel nooit iemand nodig gehad. Ik moet zeggen dat verandert van dag tot dag. Op een goede dag zou ik het een 8 geven. Op een slechte dag een 5. Het is af en toe wel best vaak een 5, ja. Het is dan meer een opstapeling van alles op elkaar. Het is druk en ik heb gewoon een slechte dag waarin ik me slecht voel en dat ik me minder waardig voel en dat soort dingen. Het stapelt dan allemaal op. Nou, zoals ik het doorgebracht heb, dan geef ik toch een 7 of een 8. En zoals het nu is, ja, je lichaam raakt ook in verval, maar ik doe nog wat ik kan. Wat nog in mijn vermogen ligt, laat ik het zo zeggen. Ik heb gelukkig een optimistisch karakter en ze zien me nooit chagrijnig. Nu zou ik het een 7 geven, denk ik. Ja, ik denk wel een goede 8. Ik heb een dak boven mijn hoofd, ik heb dan nog een opvanghond. Ik heb een auto van de zaak nou. De kans is groot dat ik mijn vaste contract krijg. Ik doe ook cursusdagen en dat soort dingen en zo. Ik geef mijn leven nu gerust een 10. Ik voel me goed. Ik heb alles wat mijn hartje begeert. Als ik iets wil doen, dan doe ik het. Ik kan overal van genieten. Wat wil een mens nog meer? Ik zou het een 10 geven. Want ik heb geen spijt van wat ik tot nu toe heb gedaan. Of wat er is gebeurd. Ik vind dat alles gebeurt met de reden. En dat maakt je tot de persoon wie je bent. En daar moet je geen twijfels over hebben. Als je gewoon tevreden bent met jezelf en een positieve houding hebt, dan zit het wel allemaal goed.